Stop! Kijk deze film alleen als je eerst de opgave hebt geprobeerd te maken. Opgave 61. Voor het bestralen van tumoren maakt men meestal gebruik van gammastraling. Onderzoekers pleiten voor de bouw van 3 centra in Nederland voor bestraling met protonen. Ze hebben het gedrag van protonen in water onderzocht en beweren dat deze manier voordelen heeft boven het bestralen met gammastraling. Onderzoek naar protonen in water is van belang voor eventuele medische toepassingen, omdat protonen zich in water hetzelfde gedragen als in biologisch weefsel. In figuur 10.42, deze figuur dus, is de energie van de protonen uitgezet tegen de indringdiepte, dus hoe diep je in het materiaal zit met je protonen. Het gaat hier om protonen met een energie van 200 MeV. Het gaat hier om protonen die met een energie van 200 MeV het water binnendringen. Nou, dat zien we ook. De grafiek begint bij indringdiepte 0, dus bij diepte 0, dus het wateroppervlak, begint met 200 mega elektronvolt. En dat noemen we in de vaktaal ook wel MeV. De energieafname per centimeter wordt de stopping power genoemd. Stopping power is een MeV per centimeter. Dat staat er ook bij met de eenheid MeV centimeter tot de macht min 1. Dat is mega elektronvolt per centimeter. Hé, wacht eens even. In onze figuur hebben we verticaal een MeV staan en horizontaal centimeter. Dus die stopping power, dat moet dan wel de helling van de grafiek zijn. Want het is namelijk de verticale grootheid gedeeld door de horizontale grootheid. Uit figuur 10.42 is af te leiden dat de stopping power aan het begin veel kleiner is dan aan het eind. Nou, wacht eens even. Als de stopping power MeV per centimeter de helling van de grafiek is, moeten we gaan kijken naar waar de helling van de grafiek steiler wordt. Nou, die wordt steiler naarmate die verder het water in gaat. Bepaal uit de grafiek tot welke indringdiepte de stopping power voor deze protonen in het water kleiner is dan 10 MeV per centimeter. Nou, in de grafiek 10 MeV per centimeter is hetzelfde als 100 MeV per 10 centimeter. Dus als we nou deze helling gaan bekijken, dat is 100 MeV per 10 centimeter, gaan we kijken waar de getekende grafiek, de rode grafiek, dezelfde helling heeft als deze blauwe lijn. Nou, dat als we het gaan uitproberen is dat daar en dan moeten we dus deze energie aflezen. In een onderzoek naar de bestraling van tumoren doet men een experiment waarbij een bolletje paraffine wordt beschoten met protonen. Het bolletje is bevestigd op een plaat. Het geheel bevindt zich in een bak met water. Zie figuur 10.43. Protonen gedragen zich in paraffine hetzelfde als in water. Men stelt 3 eisen aan de bestraling. Ten eerste, het water ontvangt een lage stralingsdosis. Het bolletje ontvangt een hoge stralingsdosis. En de plaat ontvangt een stralingsdosis gelijk aan 0. B. Leg uit dat de linkerkant van de plaat zich moet bevinden op een afstand van 26 centimeter als de plaats van... de plaats waar de protonen het water binnenkomen. Bespreek daarbij alle 3 de eisen. Nou, de plaat bij 26 centimeter, dat is dus ongeveer dit. En wat zien we dan? Nou, bij de plaat, nou, daar komen de protonen helemaal niet. Dus dat is geregeld. Daar zijn we, die krijgen dus geen dosis. Het bolletje, ja, dat bevindt zich bij waar de lijn het steilste loopt. En we hadden net al gezegd, waar de lijn het steilste loopt, daar is de stopping power het grootste. Daar zullen dus de protonen de meeste dosis overdragen. Dus dat is ook voor elkaar. En waar het water zit, daar is de helling minder. Daar is de stopping power, dus de interactie tussen de proton en het water is dus ook minder. Dus aan de eerste eis is ook voldaan. Protonen met een hogere beginenergie komen in water verder dan protonen met een lagere beginenergie.
Stel dat men de plaat 10 centimeter meer naar links zou plaatsen. Dus dat is bij C 10 centimeter dichterbij plaatsen. Dit dus. Welke beginenergie moeten de protonen hebben om opnieuw aan dezelfde eisen te voldoen? Nou ja, de plaat 10 centimeter dichter bij de rand zetten is hetzelfde als de wand 10 centimeter dichter bij de plaat zetten. Oftewel 10 centimeter later beginnen. Dus eigenlijk er dit van maken. En dan kan je gaan aflezen. Namelijk, welke energie hoort hierbij? De protonen geven hun energie af door middel van door interactie met de watermoleculen. Gemiddeld wordt per interactie een energie van 7 elektronvolt afgegeven. Dus 7 elektronvolt per interactie, en mag ook wel zeggen per botsing. In figuur 10.44 zijn twee segmenten getekend van een DNA-keten. De pijl stelt de baan van een proton voor. Nou, dan zien we dus die pijl, die is hier niet weergegeven in de presentatie, die staat in het boek. Bij het linker DNA-segment is de stopping power klein, namelijk ongeveer 2,5 MeV per centimeter. En twee opeenvolgende interacties liggen op nanoschaal betrekkelijk ver uit elkaar. Nou, dat zien we ook. We zien twee interactiemomenten en die liggen netjes om dat DNA-molecuul heen. Bij het rechter DNA-segment is de stopping power groot, namelijk 800 MeV per centimeter. Dat is die andere, die tweede. En de interacties liggen zo dicht op elkaar dat een gebiedje met een breedte van de DNA-keten op meerdere plaatsen wordt geraakt. Maak men een berekening aannemelijk dat bij het rechter DNA-segment het aantal interaction sites goed is weergegeven. Nou, wat we daarvoor nodig hebben, dat is het aantal centimeter per botsing. We hebben het aantal elektronvolt per botsing. Het aantal elektronvolt per centimeter. Nou, als we die twee nou door elkaar delen, vinden we dus het aantal centimeter per botsing. Dus dat is 72 elektronvolt per bots. Gedeeld door 800 MeV. Let op, dat is mega. Dus 800 maal 10 tot de macht 6. Elektronvolt per centimeter is 9,0 maal 10 tot de macht min 7 centimeter per botsing. Nou, en vergelijk dat dan maar met die 3 nanometer die in de tekening is aangegeven. En dan onderdeeltje E gaan we naartoe. Op verschillende plaatsen in de wereld worden hoogenergetische protonen al gebruikt om tumoren te bestralen. Ook in Nederland is protonentherapie in opkomst. Inmiddels zijn er twee protonbestraalcentra in Nederland. Voorstanders wijzen op de voordelen die de bestraling met protonen heeft ten opzichte van bestraling met gammastraling, fotonen. Hun argumenten worden gevisualiseerd weergegeven in figuur 10.45. Hier even bij. Leidt uit figuur 10.45 één voordeel af van protonstraling ten opzichte van bestraling met fotonen. Nou, je moet er één afleiden. Er zijn er drie die je kan geven. Je kan namelijk hier kijken. Hier is de protonenbestraling. De dosis van de protonen is hier voor de tumor lager. Die is er achter de tumor zelfs helemaal niet. Dus de schade aan het omringende weefsel rondom de tumor, of beter gezegd voor en achter de tumor, is veel minder. Zeker achter de tumor, waar de protonen helemaal geen schade aanrichten en de gammastraling nog wel. Daarentegen zien we dat de piek van de dosis bij de protonen veel hoger is op de plek van de tumor. Met andere woorden, de tumor krijgt juist meer straling te verwerken. Het zal dus een effectievere methode zijn om de tumor te bestrijden. Als je één van die argumenten had, had je je antwoord goed. En tot zover opgave 61.